er een feestje van vanmiddag. Dus ik ga je voorstellen aan een aantal mensen. Ik begin met Rob Schoten. Welkom ook aan Ralf Koenig, directeur van Museum de Fundatie in Zwolle. U bent een kunstenaar, u heeft al heel wat meegemaakt in uw leven. En in hoeverre is dat van invloed op uw kunst? Nou, ik zou... Ik weet niet hoe erg het van... Mijn kunst wordt er scherper door, denk ik, door wat je meemaakt. Dus wordt... Ik denk dat het niet zozeer verandert wat ik doe, maar dat het wel invloed heeft, of zo. Ja, het is natuurlijk 25 jaar lang heb ik te maken met een soort staatsterreur. Dat klinkt een beetje raar, maar het begon eigenlijk met die bomaanslag in 1994 en nu in 2018. En alle tijden die daartussen zitten, dus heb ik heel wat aanvallen te verwerken gehad. En de laatste is natuurlijk de ontruiming van mijn museum in Den Helder. Dat is met de ME ontruimd geworden. Op last van de burgemeester. Terwijl eigenlijk nog niet een definitieve uitspraak van de rechter was. Dus we zijn nog steeds voor de rechtbank nu om te bepalen of die uitzetting wel rechtmatig was. Maar daar kom je natuurlijk in een verhaal terecht waar je als kunstenaar helemaal niet in wil zitten. Je wil gewoon mooie dingen maken. Je museum heb je om mooie dingen te laten zien. En dat hebben we gedaan 5 jaar lang. En daar gaan we ook mee door. Ik heb net gesolliciteerd, of tenminste in oktober al bij het vertrek van de directeur mevrouw Roef van het Stedelijk Museum, heb ik eigenlijk al een open sollicitatie gedaan om het directoraat van het Stedelijk over te nemen. Dus en ik hoop, ben daar ook heel serieus in. Maar dat zie ik als een uitbreiding van mijn kunstenaarschap. Dus